We staan hier bij een virtual bike. Ja, dit is inderdaad een virtual biking experience. Waar je met een Oculus Rift virtual reality bril op je hoofd en een fiets als controller door een soort van virtuele wereld kan fietsen. Waarom hebben jullie dit gemaakt? Vanuit interesse in nieuwe technologie eigenlijk. Hadden we toen de eerste versie uitkwam van de Oculus Rift, hadden we die aangeschaft. Vervolgens merkten we dat in de virtuele wereld moest je nog steeds met je handen op het toetsenbord zitten en met de muis. En dat haalde een beetje van de ervaring weg. Dus we wouden een realistische ervaring neerzetten en daarvoor hebben we voor een fiets gekozen als natuurlijke manier van navigeren. Eerste stuur. Hou op het midden, hè? Toen we in het midden van de weg houden. Hoe was het? Nou, best wel eng. wat was er eng? Nou, het lijkt echt alsof als je zeg maar naar de zijkant van de weg gaat, heb je echt gewoon het gevoel dat je er echt afvalt. Maar waardoor je dus ook niet meer gaat trappen en zo. Maar dat is echt heel raar. Oh ja, dat is een beetje. Ik heb precies dat gevoel. Echt tegen de. Dood ik! De eerste keer dat we deze laten zien in het openbaar. We hebben hem net de afgelopen nacht afgemaakt. Dus. En wat doet het met je als ik zo zit te gillen erop? Dat is heel voldoenend. we vinden het te gek. De reacties zijn altijd heel leuk. En ook de kinderen zaten allemaal te klappen voor elkaar als ze een snelle tijd neerzetten. En lekker aan het gillen allemaal. En dat maakt het wel echt heel leuk om zo te zien. Vandaag draaien we voor het eerst het scholenproloog van Utrecht Fiets. En dat bestaat uit 3 onderdelen. Een pumpcheck, een bike battle, dat is dus een mobiliteitsdebat, en virtual biking. En waarom gebeurt dat hier allemaal? Nou, zoals je misschien weet, tellen we binnenkort af. En dan hebben we nog 100 dagen voor het belangrijke weekend dit jaar, de Grand Départ. Dat betekent dat de Tour naar Utrecht komt. En in die 100 dagen vieren wij samen in Utrecht feest. En dat betekent dat wij fietsen toegankelijk willen maken op allerlei verschillende manieren voor verschillende doelgroepen. En het scholenproloog is daar één onderdeel van. Hoe is het om al die kinderen te zien fietsen? Ja, heel gek en ook grappig, want de ervaringen zijn best wel vernieuwend. Want met een Oculus Rift bril op een tijdrit fietsen die net echt voelt. En daarbij dan de reacties te zien van de leerlingen is heel apart en ook heel tof om te zien. Ja. Wat gebeurt hier? Ze moeten zonder te trappen moeten ze het parcours proberen af te leggen. Hoe komen ze dan vooruit? Door het stuur als het ware naar beneden te duwen als je van de heuvel naar beneden gaat. En je gewicht weer naar achter te verplaatsen op het moment dat je omhoog komt. En op die manier maak je een soort pompende beweging waardoor je eigenlijk snelheid maakt en houdt. Jullie hebben op de fiets gezeten. Hoe was dat? Het was op het begin wel spannend, maar later vond je het wel. Ja, het was heel erg leuk. Ja. En was jij ook op de fiets? Ja, ik ook. Ik dacht dat jij op een step was. Ja, allebei. Het is allebei eigenlijk best wel makkelijk. Kun jij vertellen hoe je vooruit kwam? Nou, je zit dus op die fiets en je hebt de heuvels en dan moet je de tijd een soort van pompbeweging maken. En dan ga je steeds sneller. En in principe hoef je eigenlijk helemaal niet te trappen of zo. Alleen om vaart te maken in het begin. Dus het was in het begin wel spannend, maar daarna werd het wel leuk om te doen.